Ik heb voor jou iets lekkers gemaakt. Jouw lieveling eten. En ik hoop dat je het lekker vindt. En ik hou van jou heel veel. En veel plezier, lieverd. Doei, doei. Nou, wat lief. Ja. Oh, ze heeft het echt meegenomen, ja. Nee, ze heeft het gemaakt. Wat lekker. Ze is het oud al? Ik weet, nou ja, het is, was vorige week... Een paar dagen geleden. Nee, we waren vorige week, even kijken, 3 december waren wij er. Nee, wat... Nee, tortilla. Maakt ze dat zelf? Dat maakt ze zelf, daar is ze echt heel goed in. Dat was gewoon, ja. Weet je, wij komen uit een heel simpele gezin met simpele gerechten. En dit is één zo'n simpel gerecht. Dat zijn aardappelen en dat zijn eieren. Ik neem ook een stukje, ik ben benieuwd hoe het proeft. Dan kunnen we praten gewoon even verder. Ja. Hoe belangrijk zijn je broers en zussen voor jou? Je zei net al eventjes, heel belangrijk. Want ze werken ook allemaal voor je. Koud hoor, en oud. Hoort het warm te zijn? Ja, hoort het lekker warm te zijn. Ik heb heel veel in mijn piano zitten, maar magnetron, die zit er nog niet in. Maar het is wel, ik vind het heel lekker. Nee, maar ik meen het echt. Ik stik. Nee, dat is niet. Dat moet je niet doen. Heb mijn moeder dit gemaakt? Nee, maar dit is hartstikke lekker. Het is droog, dat wil je niet weten. Oh. Dat kan je niet maken. Nee, die moet je eruit knippen. Dat vindt ze echt niet leuk, dit. Als ze dit ziet. Nee. Hartstikke lekker. Ik vind het heel lekker. Ja, we doen het opnieuw. Ah! En plak ook aan mijn kamer. Wie het eerst kan fluiten. Mijn moedertje toch. Nee. Nee, dat ga je niet. Maar dat je dit voor elkaar hebt gekregen. Ja, dat doen ze voor jou. Ja, absoluut. Dus je vindt het belangrijk om als een soort oudste broer je familie bij elkaar te houden. Ja. En vooral ook te zorgen. Heeft het te maken dat zorgen? Heeft het te maken dat je vader overleden is toen je ongeveer 20 jaar oud was? Nou kijk, je wordt dan automatisch geacht bij mij in de cultuur dat jij dan de hoofd van het gezin bent. Dus ik deed ook gewoon maar wat ik kon. Maar ik was ook verdrietig over het feit dat mijn vader er niet meer was. Wat voor man was je vader? Mijn vader was een hele grappige man. Mijn vader was echt de gangmaker. Maar ik merkte toen hij niet meer werkte, toen werd hij gefrustreerd, verbitterd. Voornamelijk verbitterd dat hij niet meer mocht werken. Hij zag dat zijn vrienden wel verder gingen. Zijn vrienden konden wel een nieuwe auto kopen. Die konden wel elk jaar op vakantie. En dat, ja, daar raakte hij door verbitterd. En dan begon hij dus te drinken wat hij niet mocht met zijn hart en roken. En dat werd hem toen op een gegeven moment fataal. Ja. Wat zou je het allerbelangrijkste vinden? Kijk, het kan niet, maar er zijn altijd van die momenten dat je zegt, er is één ding. Als ik toch één ding mocht laten zien wat gelukt zou zijn, dan had ik graag dat aan hem willen laten zien. Nou, daar overval je me mee. Ik weet niet wat zou ik hem zeggen, man. Dat ik hem heel dankbaar ben. Ja, hij wilde het zo goed doen. En op een gegeven moment word je dan ziek en dan kan je het niet meer. Dan denk je dat je gezin in de steek laat. Ja, dat is pijnlijk. Weet je wat ik mooi vind? Ik zie je vader. Komt als eerste gast erbij een beetje naar Nederland. En dan zeg je, hij vond André Hazes mooi. En dan denk ik gelijk, ja. André Hazes. Er is één lied van André Hazes. Kleine jongen. Kleine jongen. Ja. Wat heb jij met het liedje Kleine jongen? Dat hij eigenlijk vertelt aan zijn jongen hoe de wereld in elkaar zit. En dat het niet altijd zwart-wit is. En dat je uit moet kijken in het leven. En dat mensen aardig tegen je doen als ze je vriend willen zijn. Maar achter je rug kunnen ze je een mes erin stoppen. En ik denk dat hij ook zegt, als ik er niet meer ben. Weet je, dat zijn die woorden dat je daar ineens aan moet denken, denk ik. Ja. Een familievriendin van jullie kan dit prachtig vertolken. Ik wil heel graag dat je luistert naar Numidia met het prachtige kleine jongen. En dat gaat ze voor jou zingen. En moet je eens luisteren hoe dat gaat. Want jij bent vrij. Wens je dit niet?
Dit is heftig, hè? Zo, wat moet ik zeggen? Emotioneel, mooi, om te janken. Dankjewel, man. Wat mooi.